Goedendag iedereen te Hulst. Ik ben hier aan het winkelcentrum Stationsplein. Is ook nog even interessant om in beeld te brengen. Momenteel zie ik hier wel dat de Havenfort parking toegang afgesloten is. Dus belangrijk voor de mensen die te voet moeten komen van het busstation, moet je dus via de binnenstad de route doen en dan even een omweg om tot deze locatie te komen. Want daar is het. Meneer, tot wanneer blijft dat gesloten? Tot 1 juni. Oh, dat is nog een serieus stuk. En wat is de reden daarvan? Ze gaan de weg voorlangs de gebouwen verbreden en de parking gaan ze helemaal opnieuw maken. Ah zo, en wat gaat er verbeterd worden, de weg? Het voetpad voorlangs de gebouwen. Ah zo, oh my. Dat is wel de moeite. Oké, bedankt voor de informatie. Je hebt hier ook de bloemenzaak aan de rechterkant. Dat is ook iemand nieuw die dat beheert. Vroeger was dat een man die dat jaren aan een stuk had. Deze zaak hier, Flowershop, oude man. Zo, je hebt hier de kruidvat. Dat is ook altijd wel interessant. Interessante prijzen en ook van alles ter beschikking hier. Nog even interessant om binnen te kijken. Zo dadelijk ga ik eens nog even de ronde doen hier. Dan ook de Vibra. Waarschijnlijk om 9 uur open. Ja, dat is vanaf 9 uur. Zo dadelijk. Hier heb je ook een supermarkt Jumbo. En dan Hans Anders Opticien. Kapperszaak hier, Brainwash. Het is ook vanaf 9 uur. Scapino. Ja, dat is interessant even te zien, dat gaat zo dadelijk open hier om 9 uur. Dan die horecazaak hier, Peronneke. Dus het beste is vanaf 9 uur hier te komen voor die zaken natuurlijk. Of eventueel te combineren met de supermarkt. We gaan ook vanaf 8 uur. Hè. Want dit is hier open vanaf 8:30. Ook even een mandje pakken zo. Even kijken. Ja, in dergelijke winkels heb je veel van die acties 1 plus 1 gratis. Hè. Dat is ook wel interessant voor stokaankoop. Zaken voor Pasen. Mooie sets om te knutselen hier. Versiersetje, dat kan ik wel meedoen. Dat is wel interessant ook voor de kleinste. Hè. Zo van die deco zaken, altijd wel leuk. Paaseitjes hier al. Kruidvat, paaseitjes 2 voor 3,50.
tafelkleed vinyl. Leuk. Zie je leuke zaken voor Pasen? Ja, ik kan niet. Je ziet ook hier veel promoties die twee keer zijn gratis. Drie voor twaalf. Dat is altijd het interessante aan dergelijke zaken. Hier ook 2+2 gratis. Dus je kan best nog veel vinden in dergelijke winkelen. Ook een ruim aanbod van speelgoed.
Rennies. Zo van die zaken dat je nog in huis moet hebben. Ik zeg, interessant ook. Je hebt hier ook alles op het gebied van de medicatie en zo. Hè? Alle standaardzaken. Hooikoorts, tabletten voor de periode. Heel wat voor allergieën, de prevalin ook. Zo, ik had de zelfscan doen voor de twee artikels hier. Het is ook bijzonder gemakkelijk, hè. Zo. Ja, voordeelkaart heb ik hier niet. Wilt u geneesmiddelenadvies? Tja, ze geven dat ook. Nee, heb ik niet nodig. Maar het is wel interessant dat dat er is. Hè. Ben je ouder dan 16? Ah, dat is omwille van dit hier. Je moet minimum 16 jaar zijn om het te kopen. Ja. Selecteer de betalingswijze. Volg de instructies op het pinapparaat. Prima. Dus het systeem van betaling vind ik toch wel bijzonder goed. Met die zelfscan. Hè. Oh, kijk, er zijn nu wel mensen hier aan de kassa. Dus het gaat vlot. Zo, dat was even de kruidvat. Ja, het is wel verstandig van een tas bij te hebben, want plastieke zakken zijn er niet meer of toch wel heel weinig momenteel. Hè. Ik heb nu wel een handtas bij hier. Ik kan het even wel inzetten. Zo, nog even kijken hier in de Vibra. Ja, vaak ook voor spullen voor kinderen, trainings en zo, van die zaken om buiten te spelen en zo. Hè. Koop ik ook soms een keer, ik zeg, als een kleine, ja, die wordt vuil op de speelplaats. Allee, speelplein is dat wel handig, dergelijke trainingen. In al die winkels heb je veel aanbieding van onderhoudsproducten. Ik kijk hier ook die Dettol. Tja, voor de keuken, die heb ik nog niet gezien bij de Action. Bij de Action was wel een andere. Dat is ook wel handig, dit. Ook anti-kalkproducten kan ook wel interessant zijn. Ontstopper hebben ze hier ook.
Zaken voor de Pasen ook. Ook wel gezellig, hè? Ja, hier is toch een combinatie van speelgoed, huisgrief, wat kledij. Zo zal het zijn, dit product hier. Goedemiddag. Heb je nog toevallig een kleine plastic zak, mevrouw? Zo eentje? Ja, dat is goed. Ja. Anders is het een beetje lastig om daarmee te lopen. Met het hier. €2 alsjeblieft. Ja. Oké, okay, ja, bedankt hoor. Zo, ik heb hier toch een zakje kunnen bemachtigen. Ja, want ik zeg, als je zonder tas loopt en met die Dettol hier, lijkt wat vreemd. Hè. Die horecazaak hier gaan wel op een later tijdstip open, maar je hebt hier ook wel redelijk veel volk. Dus het is best een gezellige plaats hier. Als je in Hulst komt, is hier een pauze te nemen en even deze winkels hier te doen. Wat ik zeg, het is best aangenaam. De kapper geloof ik dat het nog steeds op afspraak is via de website. Het staat hier ook, telefonisch of in het salon. Maar vroeger kon je dus spontaan binnenkomen. Had je wel ja, redelijk veel volk en met die afspraken, dienst is dat wel goed. Xenos. Hier hebben ze een bijzonder mooie decoratie en zaken voor in huis, ook van bijzonder goede kwaliteit. Ik heb ook verschillende zaken thuis van hier en het zijn wel spullen die ook lang meegaan.
is ook mooi gepresenteerd, hè, op deze wijze. Mooie kleuren ook, dat is ook wel belangrijk in huis. Dit heb je net gevuld, hè? Maar daar hebben we zeg maar wel een kaartje. Bijvoorbeeld, ik zie hier geen kaartje. Kijk, en dan scan ik die. En dan doe ik, kijk, één stuk. En dan tot één. Dus alles, bijvoorbeeld waar je doet, zonder kaartjes, kan je dat aan het eind van de dag optekenen. En dat print wij dan uit, door het kaartje. En dan gaan we zo bekijken. Hoe weet je de klanten? Hoeveel het kost? En de prijsinfo, bijvoorbeeld. Dat kan ook niet goed, wel goed om dieet te doen. Zo, dat is het hier. Dat is ook wel leuk hier, een mini spaarpot. Oké. Okay. Ja. Goeiedag. Ja. Alsjeblieft. Wat zegt u? Nee, dat is niet nodig. Ja. Dank u. Xenos. Dus een interessante winkel voor interieur, decoratie, bijkomstige zaken. En ook wel mooie kleuren. Ik zag die zaken daar in de kussen van zo. Zo, past er allemaal in. Ik moet even kijken. Tweede artikel van 50%. Ja, je hebt dat ook vaak in Nederland. Je hebt tweede artikel. Ja, soms is dat wel interessant. Ja, het is hier ook volledig vernieuwd. Dat is juist. Dat is een tijdje gesloten geweest. Nu is het volledig nieuw. Je ziet het ook wel een mooie verandering hier.
ga ik hier zo kijken. Voor de nieuwsgierigheid. Ze hebben ook de grote maten hier, 46, ik leef op een grote voet. Maar 46 is ook niet een eenvoudige maat om veel keuze in te vinden, maar blijkbaar hier wel. Hier heb je ook maten 46, 45, zelfs 47. Ook een ruim aanbod van t-shirts hier, broeken. Ja, en ook wel een redelijke prijs, die 25 euro. De kleinste heb je hier zaken. En terug ook een afdeling van speelgoed. Je ziet de meeste winkels toch altijd ook een bepaald aantal speelgoed. Ja, dus mag opgezet worden. Hè? Alleen bij heel veel opgegeven. Rolschaatsen. Ja, elektrische steps zie je nog niet. Ze zijn nog niet toegestaan in Nederland. In België zie ik ze wel meer en meer de elektrische steps. Ook in algemene winkels. Hè. Zo was ook even interessant. Dat was de Scapino. Daar heb je dan ook Soebi. Kledingwinkel, die is ook open. Nog even interessant, dus deze kant hier van het winkelcentrum kom je dus aan het shoppinggedeelte supermarkten. Dus daar de Aldi, dan de Albert Heijn XL in de hoek, de Jumbo, de Jysk, Karwei Bouwmarkt, Pet, Boerenbond. Dus je hebt een ruim aanbod. De namiddag hier, ik zeg die horecazaken, wel redelijk mensen, natuurlijk wel nog even vroeg. Dus ook wel nuttig hier, een opticien hier in het blok. Hier heb je ook een PostNL pakketautomaat, dat is ook wel interessant, dus je kan online bestellingen laten toekomen hier via die website. Ik had dat ook al gezien buiten staan aan de karwei. Dat vind ik ook bijzonder handig. Stel dat je iets bestelt in Nederland, je hebt niet direct een adres, je kan het hier laten toekomen.
Zo, dat was ook even interessant om dit in beeld te brengen. Dus dit hier, ja, dat gaat ook binnenkort open. En dan de bloemenzaak is nog niet open, maar die gaat ook op een later tijdstip open. Hè. Zo, dat was winkelcentrum Stationsplein, natuurlijk met aansluitend ook de supermarkt daar. Het is een mogelijkheid met de wagen via de N290, natuurlijk snelle verbinding. 5 kilometer van de Belgische grens ben je dus hier in dat blok. En met de wagen kan je dus vlug aansluiten op de parking. En ik kreeg ook veel vragen over de lijnbus. Dus de lijnbus stopt momenteel aan Hulst busstation. Dat is ook te zien op verschillende video's. Dus de andere kant moet je wel even stappen. Maar ik zeg, het is wel de moeite. Want hier heb je een bijzonder ontspannende mogelijkheid om toch wel even leuk te wandelen, boodschappen te doen in het blok hier en ook aansluitend de supermarkten.